Op zaterdag wordt journalist en voormalig Rusland correspondent Peter D Hamekoert begraven in Frankrijk, zo heeft zijn familie dinsdag aan het ANP laten weten. De oud-NOS-correspondent overleed op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Savignac-du Dura, waar hij al jarenlang resideerde. De begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf ter plaatse. Peter D Hamekoert verwierf bekendheid als correspondent in Moskou, waar hij tussen 1989 en 2008 woonde. Hij versloeg cruciale gebeurtenissen, waaronder de val van de Sovjet-Unie, voor zowel het NOS-journaal als het Algemeen Dagblad. In bijna twintig jaar tijd maakte hij meer dan 3000 reportages voor het NOS-journaal. Na zijn vertrek kondigde Peter in juni 2008 aan dat hij met pensioen ging. Maar bleef hij actief als schrijver en publiceerde enkele boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder Fyodor Dostoevsky, Poetin en de veldslagen van Napoleon in Rusland. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, wat leidde tot gedeeltelijke verlamming. Hij deelde ook zijn ervaringen hierover in een boek.